Nou, als we nu kijken hoe deze zaal is aangepast, hè, dan zien we bijvoorbeeld dat hier een plexiglas, wel een spatschermen genoemd, is aangebracht. En als ik hier zo eventjes kijk en ik zie al die stoelen staan in deze zaal, dan weet ik al dat in de aanloop naar 11 mei het grootste gedeelte van die stoelen zal worden weggehaald. Voor te zorgen dat er ruimte komt. Ja, je baalt op zo'n moment verschrikkelijk. De rechters, de advocaten, de officieren die er allemaal klaar zitten. En dan komt er even binnen tot stand. Het is natuurlijk niet leuk. Maar ik hoor ook dat het uiteindelijk toch wel vaak gewoon opgelost wordt. Ik kan me voorstellen dat u daar nu meer op investeert. Ja, wij maken extra kosten met al die extra techniek. En dat houden we ook wel bij voor de minister. Ja, sorry. We doen heel erg ons best om te roeien met de riemen die we hebben. En we maken nu slagen op het gebied van de techniek. Maar daar hangt zoals altijd wel een prijskaartje aan. Hey, we denken erover om in een soort van ploegen te gaan werken. En dan starten we bijvoorbeeld 's ochtends om 7 uur. En dan werken we door tot 's avonds 10 uur. Ik vind dat als de crisis bijzondere maatregelen eist, om op die manier nog hele goede collega's nog aan het werken te kunnen houden, dat ze een bijdrage kunnen leveren, dat daar serieus naar gekeken moet worden.